Goedendag, kijken naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto van vanochtend 6 uur vertelt het hele verhaal al. Wolkenvelden bevinden zich boven Duitsland, maar niet boven Nederland. We hebben een koude nacht gehad met vooral aan de grond lichte vorst, daardoor kan het in de eerste ochtenduren nog lokaal glad zijn. Maar verder hebben we vandaag volop zonneschijn en slechts een paar wolken, die trekken dan vooral langs de oostgrens. Temperaturen vanmiddag zo'n 6 graden in Groningen en 7 à 8 graden in de rest van het land. De wind komt uit het oosten tot het zuidoosten en die waait matig aan zee af en toe vrij krachtig. Vanavond ook nog een paar wolken boven het land, maar vooral brede opklaringen. De temperatuur daalt weer snel naar een graad of 3 en in de loop van de nacht gaat het lokaal opnieuw vriezen. Morgen zien we meer wolken dan vandaag. Het wordt 7 à 8 graden, maar vooral in het zuidwesten kan uit de wolken ook wat motregen vallen. Dus morgen is het wat minder vrij. De wind draait naar het zuiden. Woensdag trekt er een regengebied van zuidwest naar noord over het land. Na de passage van het regengebied breekt de zon weer door. Het wordt zo'n 7 tot 9 graden. In de avonduren komt het volgende regengebied. Ook donderdag en vrijdag hebben we af en toe de paraplu nodig. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.